En als oranje wat gekleurd in Haarlem, ben je nog een verdwaalde Slowaak tegengekomen? Nou, toevallig kwam er net eentje voorbij in die springen, alsof Slowakije gewoon in Haarlem. Kijk, daar gaan we weer. Slowaken zijn allemaal aan het werk, hè? Dus er moet eerst geld verdiend worden en op het laatste moment komen ze wel. Dus, ja, pas de laatste minuten. De laatste minuten drippelen ze allemaal binnen. Kon jij een hooligan op aan je maken, hoor? Zo, ben je er klaar voor? Ja, natuurlijk, man. Ik ben er klaar. Ik denk dat ik het kan winnen en net laat gaan naar goud. Nederland is toch veel, veel beter? Nee, man. Klaar, ik jou in. How much? 2-2. 4-2. 4? 4-2. Zou u kunnen vragen wat de kracht is van Slowakije? Is de Slovenië taxila? Podľa mňa sa rozbehli, a teraz to dokážu, keď sú v tom najlepšom zapehnutí. We zijn flink veranderd de laatste tijd en dat gaan we nu vanavond laten zien. Nou, Jozef, geniet er nog maar even van, want morgen vliegen ze terug naar huis, hè, die Slowaken. Denk je? Ik denk er niks van, hoor. Nee, gaan ze winnen van Nederland? Ja, denk ik zeker. Waarom gaat de Nederlander nou tussen de Slowaken zitten? Dat is hartstikke gevaarlijk. Nou ja, het is een lang verhaal, maar het is eigenlijk een stamkroeg. En Tsjechisch bier is het lekkerste bier van de wereld. En ja, dan leer je natuurlijk ook de meeste aan Tsjechië en Slowakije kennen. Arjen Robben, hè? Arjen Robben is a good player. You have good goalkeeper. Van der Sar is good too, but... Van der Sar? But I believe Slovakia. Slovakia is going to win. 2-1. Ja, Maarten, de